idee van mezelf echt. Goedemorgen, het is dinsdag. Dit kleine meisje, dat valt elke keer een beetje af en slaapt weer. En we lagen even te knuffelen, want ze gaat zo weg. En het is donderdag. Donderdag? Ja. Ik dacht toch echt dat het dinsdag is. Grapje. Oh, grapje. We moeten nog even heel veel knuffelen, hè, als ik je de hele dag moet missen. Zie je pas weer met het eten dadelijk. Je gaat een hele leuke dag hebben. En je hebt heel erg mooi weer vandaag. Nou, vandaag wordt het weer minder en vandaag wordt het nog topweer. En ze moet het bed uit. En wat gaan doen, hè? Zorg dat jij op tijd klaar bent. Ben je weer mee in de malie? Ik denk dat ik me even moet gaan kietelen. Kijk, er komt een kietelhandje. Want een kietelhandje. Komt een kietel. Nou, ondertussen aangekleed, opgemaakt. Hier is een klein meisje, die is er ook helemaal klaar voor. Dus ik ga even naar buiten lopen en dan wordt ze opgehaald. Sarah, die is opgehaald, dus die is weg. Ik ga beginnen met een extra video opnemen. En als ik die heb gedaan, ga ik beginnen met de zolder. De zolder moet leeg, want we zijn aan het klussen in de slaapkamer. En daar moet gestukt worden, dus dan moet ons bed eruit. En die moet naar zolder, maar daar staat het nu te vol. Dus, en het wordt vandaag heel warm, maar ik heb gewoon te veel te doen. En ik moet er gewoon even gebruik van maken dat Sarah er vandaag niet is, want dan gaat het gewoon veel sneller. Dus hopen dat ik het allemaal afkrijg vandaag. Bijna in sauna. We gaan lekker naar de flamingo zoeken en eten. En lekker voor mij gaan we spelen. Dat is hier. Wacht, als we via het ingangje daar naartoe lopen. Flamingo. Ja. Dat is fijn. Dat ik nog flamingo's moet zoeken. Ik heb flamingo's gevonden. We zijn daarbij gekomen. We gaan een beetje weg. Ja, ze willen niet dat ze ons zien. En daar zien we. Ik ken alleen die pelikaan die in het water zit. Kom, snel! Bang! Tromgeroffel. Meer tromgeroffel. En daar komt Sarah. En dan gaat ze naar beneden. Yay! Was leuk! Ja. Video staat erop. Dus nu even tijd voor een pauze, een theetje. En wat te eten en dan ga ik beginnen aan de zolder. Ik denk dat ik gewoon, omdat het heel heet is op zolder, elke keer gewoon een plukje mee naar beneden neem. En dat ik dat dan hier uitzoek. Dan hoef ik niet heel de tijd in die hitte te zitten. En toen was mijn batterij net op. Maar goed, ik heb wel heel veel gedaan. Hij is nu redelijk opgeladen. Ik ga die boodschappen doen. En ik denk ik ga lopen. Het is heerlijk weer. Ik denk weer in die hete auto, dan vind ik het weer helemaal niet lekker, terwijl zo is het heerlijk. Dus even een wandelingetje. Ik was net zo blij met mijn idee, maar het is nu warm en die tas is zo zwaar. Hij is niet groot, maar ik heb allemaal zware dingen. Oh, hij smijt. En mijn hand is er maar niet te doen. Goed idee van mezelf, echt. Kijk wie er weer thuis is. Je ziet er een beetje verwilderd uit. Heb je het leuk gehad? Of ben je aan het zingen? Sarah, wat vond je het leukste vandaag? De flamingo's. De flamingo's? Mm-hmm.
En wat vond je het gekste vandaag? Het gekste? Ik vond het niet het gekste. Oh. Ik vond het wel gek dat opa een paar gekke dingen zei. Oh. En wat vond je het mooiste? De flamingo's. Ook al de flamingo. En ook de papegaai. En de papegaai. En wat vond je het spannendst? Toen we bij de elven gingen, door het donker. Oh, dat is wel spannend, ja. Toen was ik helemaal weg. Oh, heb je verstopt? Nee. Pas hebben we van deze kleurtjes gehaald bij de gamma. Omdat we willen hier uiteindelijk wel gaan verven. Al zijn we nu met de slaapkamer bezig. Het hebben Sarah en ik 8 kleurtjes meegenomen. En we hebben natuurlijk allemaal een andere mening. Dus daar hebben we wat op verzonnen. Marco en ik hebben dit gedaan al. En nu mag Sarah dit doen. Sarah, wat vind je de minst mooie kleur? De minst mooie. Die. Oké. Okay. En daarna? Die. En dan? Die? En dan? Die? En dan? Die? Dan die? En welke dan? Die? Dat is jouw lievelingskleur. Ja. Nou, dat was vooral niet te verwachten. Oké, nu heb ik ze dus. Alle 8. Onze favoriet hebben we allemaal 8 punten gegeven. En zo naar beneden en de minst favoriet dus 1. En dan heb ik op alle kaartjes dus de scores geteld. En nu gaan we dus kijken wat we met z'n allen het mooist vinden. Nou, tijd voor de onthulling. Op de laatste plaats, die heb jij het maar 2 punten gegeven. Ik 3 en Sarah is een 4. Dat is regen. Nou, dat is niet zo'n populaire. Daarna Marco 1, mama 1 en ik heb er 8 punten aan gegeven. Dan weet ik al welke het is. Jouw lievelings. Lekker. Dan hebben we deze. Oeh, papa vond het wel heel leuk. Hij had 6 punten, van mij 4 en van jou 1. Welke is dat? Seconde. Dan, en deze was bij ons allemaal niet zo populair, want 4-2-2. Welke is dat? Maldivin. Maldivin, Malediven. Ik vind het heel grappig. Maldivin. Maldivin. Deze, oeh, papa was op de tweede plek bij mama. Ergens een beetje midden. Bij jou was die vrij laag. Vrij man, laat hem maar zien. Terras, die was wel mooi. Nu wordt het spannend. Dit zijn onze favoriete 3. Dus die blijven sowieso in de race. Doe deze maar. Lambada. Ja, die hadden we allemaal wel 5, 6 en 5. Lambada. De lambada. En de stuiptand. Even wachten, deze had 17 punten. Papa had hem laag, 3. Ik had hem 8 punten, dus mijn favoriet. En jij had hem 6 punten. Dat was deze. Stel dan, hij lijkt heel anders. Hij is groenig. En de nummer 1. Weet jij nog welke het is? Nee. Oeh, spannend. We hebben hem wel allemaal. Papa was het favoriet. Voor mij de tweede plek, maar jij ook je tweede plek. Ik wist het al. Het was Lolita. Lolita. Dit is dus, als we met het gezin kijken, onze favoriete. Jij vindt Lolita het leukst. Nee? Ja. Papa het leukst. En wij allebei op de tweede plek. Net even een rustig avondje samen voor de tv gehad. Marcus nu naar bed. En ik drink nog even 1 theetje en dan ga ik ook naar mijn bed. Dan lig ik zomaar weer een keer op tijd. Jeetje, echt een drama allemaal. Ik denk, ik kijk nog even op social media. Eerst lees ik een bericht van een moeder die met een kindje voor de trein geduwd wordt. Daarna lees ik een bericht van een vader die niet door had dat zijn tweeling nog in de auto zat. En het was heel heet. Het was in Amerika. En die zijn overleden. Echt nou, ik vind dat zo erg. Echt, mijn moederhart, dat helpt zo hard hiervan. Echt, het zijn ook van die dingen, die blijven dan in mijn hoofd zitten. En dan lig ik in bed en dan, ja, gewoon kan me niet voorstellen hoe dat is. Je kind verliezen. Daar ga ik het ook verder nu even niet meer over hebben. Weg de telefoon voor nu en ik ga even tv kijken, het even uit mijn hoofd zetten. En dan hopelijk met een iets leger hoofd mijn bed in.